Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. Daar zijn verontschuldigingen ingekomen van de heer Dazeleer en de heer Van Buzin zijn afwezig wegens familieverplichtingen, mevrouw Van der Meers wegens gezondheidsreden en mevrouw Moerenhout wegens zwangerschapsverlof. Dames en heren, de orde is de oprichting van de commissie ad hoc, waartoe het uitgebreid bureau op 30 juni 2014 heeft beslist, in afwachting van de benoeming van de commissies. De commissie ad hoc is samengesteld uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden en heeft alle bevoegdheden van de commissie zonder inhoudelijke specificatie. Bovendien stelt het uitgebreid bureau voor dat de voorzitter van het Vlaams parlement de voorzitter van de commissie ad hoc is. Is het parlement het hiermee eens? Dank u wel. Overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de fracties komen 6 mandaten toe aan de N-VA-fractie, 4 aan de CD&V-fractie, 2 aan de Open VLD-fractie, 2 aan de SPA-fractie en 1 aan de Groen-fractie. De fracties hebben de volgende leden aangewezen als lid van de commissie ad hoc, als vaste leden voor de N-VA-fractie. Mevrouw en ik de Ridder, de heer Matthias Diependalen, de heer Jan Peumans, de heer Wilfried van Dalen, de heer Chris van Dijk en de heer Karel van Louwe. Voor de CD&V-fractie de heer Dirk de Kort, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Wartkennis en de heer Koen van den Heuvel. Voor de Open VLD-fractie de heer Bart Somers en de heer Bart Tommelijn. Voor de SPA-fractie mevrouw Katja Segers en de heer Bart van Malderen. Voor de Groen-fractie de heer Bjorn Joska. Als plaatsvervangende leden voor de N-VA-fractie de heer Bjorn Anseeuw, mevrouw Lies Jans, de heer Bert Maartens, de heer Bart Nevens, mevrouw Miranda van Eetveld en de heer Peter Wouters. Voor de CD&V-fractie mevrouw Caroline Bastiaans, de heer Robrecht Beltuyne, de heer Bartoschi, mevrouw Katrien Partica. Voor de Open VLD-fractie de heer Jo de Roo en mevrouw Marino, de heer Marino Keulen. Voor de SPA-fractie mevrouw Michelle Hostekin en de heer Joris van den Broeke. Voor de Groen-fractie de heer Bart Caron. En als toegevoegd lid de heer Chris Janssens voor de Vlaamse Belangfractie. Dames en heren, aan de orde is de voortzetting van de beraadslaging over het regeerakkoord. De heer Chris Janssens heeft het woord. Meneer Janssens, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, sta mij toe om op mijn beurt toch eerst de minister-president en zijn regering te feliciteren met hun aanstelling, als ook uzelf trouwens te feliciteren met uw herbenoeming als voorzitter van het Vlaams parlement. Geachte collega's, is er dus de Vlaamse regering, een zogenaamd centrumrechtsregering, al blijft de ACW, of moet ik zeggen, de beweging.net-stempel van de CD&V'ers, die met hun respectievelijke bevoegdheden meer dan de helft van het budget beheren, wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Maar in elk geval is het een regering zonder socialisten. Eindelijk, de Vlaming heeft er lang genoeg op moeten wachten. Maar daar is het meeste positieve wat mij betreft dan ook wel mee gezegd. Want alhoewel bescheidenheid, een partij die de verkiezingen verloren heeft, moet sieren, is het zeker niet mijn bedoeling om een rondgang met het wierookvat te doen. Daarvoor zijn er in dit parlement niet 2, maar uiteindelijk zelfs 3 meerderheidspartijen. En maar goed, voor de VLD dat ze op het laatste nippertje in de meerderheid is opgenomen, want hoe had zij in hemelsnaam oppositie kunnen voeren tegen het, naar eigen zeggen althans, uitstekende akkoord dat CD&V en N-VA hadden voorbereid. En wat dat betreft wil ik mevrouw Rutte, zeker nu ze namiddag in onze aanwezigheid vertoeft, toch feliciteren. Niet alleen omdat ze geweldig snel regeerakkoorden kan lezen en nog veel sneller ondertekenen, maar ook omdat ze van een verkiezingsnederlaag, VLD heeft in deze assemblée immers 3 zetels minder dan in de vorige legislatuur, dat ze van die verkiezingsnederlaag uiteindelijk een overwinning heeft gemaakt. Nochtans was het water tussen N-VA en VLD voor de verkiezingen toch wel heel erg diep. Maar als zo vaak zijn de politieke vijanden van gisteren de politieke vrienden van vandaag en de politieke bondgenoten van morgen, meneer Van Dijk. Maar geef toe, een schoonheidsprijs zal deze Vlaamse regering niet krijgen. Van een inspirerend gemeenschappelijk Vlaams project is geen sprake en al zeker niet van een Vlaamse regering die ervoor kiest om nieuwe stappen te zetten in de richting van meer Vlaamse zelfstandigheid. Dat werd overigens al voldoende duidelijk bij de totstandkoming van deze regering.
Zo werd de Vlaamse regeringsvorming volledig afgestempeld op de federale. Open VLD is als partner geenszins nodig, maar mocht er enkel bij komen omdat die partij nodig was om een federale regering op poten te zetten. En de partij mocht dus eigenlijk alleen maar de handtekening zetten onder het reeds door N-VA en CD&V afgesproken akkoord en werd daar tenslotte voor bedankt met 2 ministerposten. Maar met de opname van de Open VLD en de Vlaamse regering, dames en heren van de N-VA, hebt u echter wel uw Belgische schoonmoeder in huis genomen. Voor uw Vlaamse regering is immers Open VLD mathematisch niet nodig, maar ze is wel nodig voor de federale regering, zoals die momenteel tot stand lijkt te komen. En ik zeg wel degelijk lijkt te komen. Mocht u dus, dames en heren van de N-VA, nog enige ambitie koesteren om buiten de lijntjes te kleuren, dan zal u dit wel snel afgeraden worden door uw kersverse coalitiepartner. Want ik hoef u niet te vertellen dat de visie van Open VLD haak staat op het Vlaams nationalistisch gedachtegoed. De lange waslijst van verwijten van VLD'ers aan het adres van de N-VA hebben de voorbije dagen nog eens de ronde gedaan op sociale media. Er is de uitspraak van de Gucht, Karel weliswaar, niet Jean-Jacques, ik weet niet of die laatste het ermee eens is, die stelde dat de N-VA een nationalistische achtergrond heeft en dat alles wat er de afgelopen 100 jaar fout is gegaan, het gevolg is van nationalisme. En hij kondigde in 1 adem zelfs aan dat hij er tot zijn laatste snik tegen zou blijven vechten. Bovendien noemden verschillende prominente VLD'ers N-VA een extreemrechtse partij, stel je voor. En iedereen herinnert zich ook hoe Open VLD-voorzitter Gwendoline Ritte snoeihard uithaalde naar de N-VA omdat die partij het land kapot zou willen. In de nieuwjaarsspeech van de Open VLD-voorzitter was de rode draad het verwijt dat de onverantwoordelijke N-VA, dat het de N-VA was die België na juni 2010 meer dan 500 dagen in een diepe crisis had gestort. En ik citeer die dag 13 januari 2014, mevrouw Rutte, volgens nationalisten is België het slechtste land ter wereld en dus moet het kapot. Of was het omgekeerd? Nationalisten willen het land kapot en dus moet het als het slechtste land ter wereld worden voorgesteld. Einde citaat. En het was zelfs tweerichtingsverkeer, want ook N-VA liet zich niet onbetuigd. Zo schreef huidig N-VA-volksvertegenwoordiger Hendrik Fuye over de coalitiepartner Open VLD. Confederalisme noemt Open VLD-voorzitter Gwendoline Ritte nu communautaire gekkigheid. Open VLD heeft België herontdekt. Of hoe Open VLD opnieuw aanknoopt bij de goede oude PVV, een partij die smalend Pest voor Vlaanderen werd genoemd. Einde citaat van de N-VA-volksvertegenwoordiger. Fraaie coalitiepartners, denk je dan. Maar dit slecht stukje politiek toneel verzandt in het niets in vergelijking met wat voormalig minister-president Chris Peeters eind april in het congresgebouw van Brugge ten beste gaf. En ik citeer het nog 1 keer, meneer Van Dijk, u gaat het niet graag horen, ik weet het, maar ik citeer het nog 1 keer omdat het toch zo hartverwarmend is. Wij kiezen niet voor populisme, niet voor de demagogie van de angst, niet voor de frontale aanval op de zwakste, niet voor de brutale verandering, want dat zal ons finaal alleen maar verzwakken. Het enige wat de door N-VA voorgestelde maatregelen doen, is mensen in de miserie duwen. Dat zei Chris Peeters over de partij waar de CD&V nu een coalitie mee heeft gevormd. En verder maakte hij uit de congresgangers van CD&V nog duidelijk: is dat het Vlaanderen waar wij, waar jullie in willen leven? Nee, beste vrienden en vriendinnen, nee, dat is het niet. Niet met ons, niet met CD&V. Bij ons is mensen pijn doen geen programmapunt. Einde citaat. Wel, collega's van CD&V, heeft u met uw coalitie, met N-VA, nu dus wel gekozen voor de demagogie van de angst, voor de frontale aanval op de zwakste? Het is een vraag die men zich toch kan stellen. En terzijde, geloof ze niet, de CD&V-minister-presidenten die zeggen dat ze geen federaal premier willen worden. Collega's, het contrast tussen deze toespraak van de voormalige minister-president en wat N-VA-voorzitter
Bart de Wever op vrijdag 6 juni 2014 tijdens een gezamenlijke persconferentie rond de aanvang van de regeringsonderhandelingen tussen toen nog N-VA en CD&V zei, kan nauwelijks groter zijn. Zo zei de heer de Wever, ik heb voldoende inhoudelijke convergentie vastgesteld tussen CD&V en N-VA. Zo, tot daar de holle verkiezingsretoriek. En beste collega's, voor wat betreft de passage in het regeerakkoord over meer Vlaamse autonomie of een eventuele staatshervorming, zou ik zeer kort kunnen zijn. Er is er immers geen. Terwijl het luik staatshervorming in de vorm van de befaamde octopusnota in 2009 nog integraal deel uitmaakte van het regeerakkoord, is dit dan de kracht van de verandering en de vooruitgang. De door de voormalige minister-president allang beloofde Copernicaanse omwenteling voltrekt zich inderdaad. Nee, niet de Copernicaanse omwenteling van de Belgische staatsstructuren, wel de Copernicaanse omwenteling van de N-VA. Geen woord immers over Vlaamse onafhankelijkheid, zelfs niet over confederalisme. De N-VA-teksten van het groots opgezette confederalismecongres eind januari, begin februari, denk ik, zijn rijp voor het oud papier. Blijkbaar is regeren voor de N-VA een doel op zich geworden. Maar zoals het Vlaams Belang van meet af aan heeft gezegd, het participationisme werkt niet. De N-VA heeft Vlaanderen niet meer Vlaams gemaakt, België heeft de N-VA meer Belgisch gemaakt. De N-VA is een gedwee uitvoerder geworden van de zesde staatshervorming. Loyale uitvoering van de voor Vlaanderen nadelige zesde staatshervorming komt in de plaats van echte Vlaamse staatsvorming. En straffer nog, de Vlaamse regering werd zelfs gevormd op basis van de gewenste samenstelling van de coalitie op federaal niveau. De Vlaamse regering werd hiermee gedegradeerd tot verlengstuk van de federale. Ik moet toegeven dat de eigentijdse Volksunie inderdaad verder gaat dan haar voorganger ooit is geraakt en België niet alleen wil ondergaan, maar ook nog eens een nieuwe, een duurzame toekomst wil geven. Want collega's, ondanks de 32% van de stemmen van de N-VA die zij behaalden voor de Vlaamse verkiezingen van 2 maanden geleden, is Vlaanderen geen millimeter kunnen wegkruipen uit het Belgische moeras. Naar aloude Belgische traditie overheersten disputen over de postjes en over de budgetten waarover elke minister kan beschikken het streven naar een goed Vlaams beleid. En CD&V ging lopen met de hoofdprijs, het federale premierschap. Wat we zelf doen, doen we zeker niet beter. Dat werd naar aanleiding van deze regeringsvorming nog eens duidelijk. De Vlaamse regeringsvorming bleef bijna 2 maanden lang de gegijzelde van de federale formatie. Wat een verschil met de Franstaligen die wel zelfverzekerd de juiste stappen wisten te zetten. Maar goed, collega's, ik kan deze inleidende beschouwing alleen maar afsluiten met datgene wat Mark Eyskes bij aanvang van het CD&V-partijbestuur zei voorbije dinsdag 22 juli. Hij zei, met 2 coalitiepartners die de zesde staatshervorming mee goedkeurden, zal N-VA haar federale loyaliteit dagelijks moeten bewijzen. Einde citaat. Een veronderstelling die door federaal formateur Charles Michel de dag nadien nog eens werd beklemtoond. Hij zei, citaat, er wordt een groot compromis nagestreefd, waarbij de N-VA de communautaire guerrilla volledig terzijde schuift. Einde citaat. Tot daar dus het confederalisme, tot daar dus het Vlaams parlement als motor voor meer Vlaamse autonomie. Wel, collega's van N-VA, jullie zullen dus geen communautaire guerrilla zijn. Jullie zullen de voor Vlaanderen nadelige zesde staatshervorming loyaal uitvoeren, zoals meneer Diependalen vanochtend nog eens duidelijk heeft herhaald. Geen nood, het Vlaams Belang blijft de rol van communautaire guerrilla graag op zich nemen. Meneer de minister-president, collega's, wie dit Vlaams regeerakkoord leest, kan zich afvragen wie over de eigen schaduw is gestapt. Is elke partner even ver over zijn eigen schaduw gestapt? Open VLD kende, volgens de woorden alweer van haar eigen voorzitter, haar plaats, zo zei ze in het laatste nieuws op 23 juli. Aan het precaire evenwicht
dat N-VA en CD&V hadden bereikt, heb ik niets gewijzigd. Je moet je plaats kennen. Als je mathematisch niet nodig bent als op een VLD, dan moet je niet te veel pretentie tonen. Voilà, collega's, tot daar de woorden van uw voorzitter. Hopelijk kennen jullie de volgende 5 jaar jullie plaats. Geachte collega's, het is duidelijk dat het leven voor de modale Vlaming onder deze nieuwe regering duurder zal worden. De hervorming van de woonbonus zal kopen en bouwen in ieder geval duurder maken. En vergeet ook niet dat de banken steeds meer eigen middelen vragen en dat de eisen om een huis energie-efficiënt te maken de prijs verder opdrijft. Wie op 20 jaar leent, verliest door de maatregelen van de Vlaamse regering cumulatief vele duizenden euro's. En ook de prijs voor de verplichte individuele premie voor de zorgverzekering zal stijgen. Voor heel wat gezinnen met meer dan 2 kinderen zal ook de visie van deze regering op de gezinsbijslagen gevolgen hebben. Men wil een gelijke basiskinderbijslag geven, maar de sociale correcties die men zal inbouwen, zullen de achteruitgang voor heel wat gezinnen van de middengroep niet kunnen verhinderen. Ook studeren zal ongetwijfeld duurder worden. Daar hebben we het vanmorgen al over gehad. En er wordt ook een einde gemaakt aan de levering van gratis elektriciteit en water. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dat een verlies van 200 euro per jaar. Uiteindelijk komt het duurdere water, het lagere kindergeld, de waarschijnlijke verhoging van de inschrijvingsgelden aan de universiteiten en vooral de vermindering van een belastingvermindering die de woonbonus toch is, neer op een vorm van gecamoufleerde belastingverhoging. Meneer de minister-president, tot onze onaangename verrassing stellen wij met betrekking tot onderwijs vast dat deze nieuwe Vlaamse regering de hervorming van het secundair onderwijs wel degelijk zal uitvoeren. Alhoewel het masterplan van voormalig SPA-minister Pascal Smet geen enkele wettelijke waarde had en heeft, wordt hier blijkbaar niet meer op teruggekomen. En alle retoriek tijdens de campagne hierover ten spijt. De N-VA-kiezer moet zich tevreden stellen met het volgende zinnetje van intussen minister Weitz in De Morgen. Hij zei: over de afwikkeling van het masterplan zal sowieso nog veel gesproken worden. Maar zal dat masterplan over de hervorming van het secundair onderwijs van de vorige minister van Onderwijs, een socialist zoals u weet, gerealiseerd worden met een brede eerste graad en het wegvallen van de schotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO, zoals ook mevrouw Van Hekke beweert, of zullen de tussenschotten blijven bestaan zoals N-VA aan haar kiezers beloofde? Over de welzijnssector, collega's, is het duidelijk dat, alhoewel dit regeerakkoord soms heel concreet is, dit met betrekking tot de engagementen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicapte sector al veel minder het geval is. Er wordt een globale inspanning gedaan die oploopt tot 500 miljoen euro, waarbij het groeipad voor welzijn vrijwel onmiddellijk zou starten. Maar we zijn natuurlijk benieuwd naar de juiste cijfers voor deze aangekondigde extra inspanningen en heel concreet naar de bijkomende middelen die nodig zullen zijn om een aantal decretale engagementen, onder meer over het persoonlijke assistentiebudget voor gehandicapten, te kunnen nakomen. Maar wat nu al duidelijk is, is dat de verkiezingsbeloften niet nagekomen zijn. Wat het binnenlands bestuur betreft, verkondigen N-VA en VLD nu al jaren dat het provinciale beleidsniveau zijn tijd heeft gehad. Maar wat blijkt? Andermaal halfslachtige maatregelen. Het blijft bij gemorrel aan het aantal provincieraadsleden, het aantal gedeputeerden en de provinciale bevoegdheden. Er is dus gekozen voor een senaatsgewijze en dus slechte oplossing, iets tussen behouden en afschaffen in. En meneer de minister-president, er wordt terecht bespaard in de overheidssector. Maar 1 besparing heeft u niet doorgevoerd, namelijk die van het aantal ministers en de daaraan verbonden kabinetten. Het is een gemiste kans. Het is een gemiste kans om naar Nederlands model de verpolitiseerde kabinetten de facto volledig af te schaffen en de Vlaamse regering te beperken tot 7 of 8 ministers. Meneer Van Dijk. Allee, met alle gekheid. Ja. 9 ministers waar er 11 mogen zijn. Welk parlement, welke regering doet ons dat voor?
Wel, meneer Muiters, minister Muiters, u wilt vergelijken met Wallonië. Ik neem aan dat dat toch niet de referentie voor u gaat worden en het beleid dat u gaat voeren in de komende vijf jaar. Men had het in elk geval met minder ministers kunnen doen. Het maximum is 11, het minimum is 7. Ook dat had gekund, meneer Van Dijk. Collega's, ik betreur ook te moeten vaststellen dat deze regering blijkbaar niet de ambitie heeft om een volwaardig inburgeringsbeleid dienaanwaardig te realiseren. De Vlaamse regering kondigt aan, en ik citeer, de verplichte inspanningsverbintenis te zullen vervangen door een resultaatsverbintenis zoals opgenomen in het nieuwe decreet. Wel nu, voor wie dit nieuwe decreet niet kent, van een echte resultaatsverbintenis is geen sprake in dat decreet. Het enige dat er in feite wordt gevraagd aan niet-Europese immigranten is dat ze een inburgeringscursus volgen. Op geen enkele wijze wordt een nieuwe immigrant volgens dat decreet verplicht zijn kennis van onze taal en onze normen te bewijzen via een examen. Er wordt alleen een vrijwillig af te leggen proef voorzien. En als men die proef niet wil afleggen of niet slaagt in die proef, is daar geen enkele sanctie aan verbonden. Geen echte resultaatsverbintenis dus. Een echt inburgeringsbeleid zoals dat in tal van Europese landen wel degelijk bestaat, legt niet alleen deelname aan een inburgeringsexamen op, maar eist ook dat de immigrant hiervoor slaagt om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Van een krachtig inburgeringsbeleid zal in Vlaanderen ook met deze regering geen sprake zijn. Geen kordaat inburgeringsbeleid dus, ook niet met deze zogenaamd centrumrechtse regering. Mag ik bovendien opmerken dat Vlamingen in de toekomst voor allerlei diensten meer zullen mogen betalen, maar dat de kost voor de inburgeringscursussen ook in de toekomst volledig afgewenteld wordt op de Vlaamse belastingbetaler. In Nederland bijvoorbeeld betaalt de immigrant zelf voor zijn eigen inburgering, hier niet. Betreffende het inburgeringsbeleid wordt de socialistische gratispolitiek blijkbaar wel gehandhaafd. Ook lees ik in uw bestuurakkoord geen letter over besparingen die gerealiseerd zouden worden met betrekking tot miljoenen verslindende en vaak contraproductief werkende integratie-industrie. Als u zou willen besparen op overbodige uitgaven, had de nieuwe regering ook daar moeten snoeien. En collega's, het blijft ook wachten op een beslissing over het rekeningrijden. En dan heel concreet de kilometerheffing voor personenwagens. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde proefproject in de Genzone zou men in overleg met de andere gewesten nog maar eens onderzoeken onder welke voorwaarden men op termijn een kilometerheffing kan invoeren. En zal die dan budgetneutraal zijn? In het CD&V-programma staat alvast te lezen dat men de bijkomende opbrengst van die kilometerheffing wil investeren in het openbaar vervoer, wat suggereert dat het rekeningrijden uiteindelijk toch een belastingverhoging zal inhouden. Hoe dan ook, in ieder geval zal het een feit zijn dat rekeningrijden het woon-werkverkeer fors duurder zal maken. Automobilistenvereniging VAB stelde zeer terecht dat het rekeningrijden de fiscale druk op arbeid zal verhogen. Inderdaad, de werkende Vlaming zal de dupe worden van een eventuele invoering van het rekeningrijden. En wij als Vlaams Belang kanten ons dan ook tegen deze intenties ter zake. Meneer de minister-president, dames en heren van de meerderheid, ik zal stilaan afronden. Deze Vlaamse regering lijkt een grijze, fletse versie van Tomorrowland. Saai, weinig ambitie en vooral belangrijke beslissingen worden uitgesteld. Ik gun het u, minister Muiters. Als u veel danst zoals op Tomorrowland, dan zal u zeker wereldberoemd worden. Maar deze regering wordt alleen maar de fletse. Deze regering wordt alleen maar de fletse versie van Tomorrowland. Met weinig ambitie en vooral belangrijke beslissingen worden uitgesteld naar tomorrow of zelfs nog naar veel later. Er ontbreken in dit regeerakkoord nog veel concrete cijfers. Er ontbreken nog concrete afspraken en engagementen. Dit regeerakkoord heeft te weinig ambitie om voor Vlaanderen het verschil te maken. Het is onze vurige hoop dat de Zweedse coalitie de Vlamingen niet opzadelt met een Stockholm-syndroom. En wat er ook van zij, het uitgangspunt van dit regeerakkoord was niet
de kracht van verandering, maar de continuïteit van de macht. En onze ambities voor Vlaanderen reiken heel wat verder. Daarom kan, mag, wil en zal mijn fractie u het vertrouwen vandaag niet geven. Dank u wel, meneer Janssens. Meneer Tommelijn. Wat een raar gevoel, meneer Van Diependaal en meneer Van den Heuvel. Ja. We gaan er dus aan beginnen. Ja, nu ben ik een van jullie, ja. Geachte voorzitter. Waarde leden van de regering. Beste collega's. In Vlaanderen was al lang de wens aanwezig om een coalitie zoals deze te maken. Niet enkel bij de bedrijfsleiders, maar ook in brede lagen van de bevolking. Deze coalitie, collega's, beantwoordt aan de maatschappelijke en politieke grondstroom in Vlaanderen. Collega's, ik ben de laatste spreker in de rij, denk ik toch, meneer de voorzitter? Vaak is dat een nadeel. Allee ja, uiteraard, meneer de minister-president. Nee, kan ik nog altijd een repliek geven op de repliek? Ja. Vaak is dat een nadeel, maar vandaag vind ik dat nu eens niet erg. Mijn partij is immers als laatste tot de regering toegetreden. Maar ik vind dat ook niet erg, omdat ik vooral iets anders wil vertellen dan mijn voorgangers. Ik zal ook niet het zoveelste oordeel vellen over de nieuwe regering, haar bareswegen, haar geboorte, het gesternte waaronder ze het levenslicht zag en het programma dat ze wil verwezenlijken. Ja, denkt u allemaal nu, we voelen hem komen. Uw inbreng in dit regeerakkoord is zo minimaal dat u er liever over zwijgt. Maar nee, dat is het niet. Dit regeerprogramma, collega's, is volgens mij misschien wel het belangrijkste programma van een Vlaamse regering uit de geschiedenis van dit autonoom verkozen Vlaams parlement. Waarom vind ik dan wel dat deze regering het belangrijkste regeerprogramma van pakweg 20 jaar zal kunnen uitvoeren? Wel, beste collega's, omdat Vlaanderen voor het eerst in een enorm verbreed en verdiept institutioneel kader beleid zal kunnen ontwikkelen voor zijn inwoners. En ik ben er fier op, samen met mijn collega's, dat wij mee hebben geijverd voor en gewerkt hebben aan de creatie van dat nieuwe institutionele kader. Dat de regering Bourgeois, mee dankzij ons, vanaf nu Vlaanderen beter zal kunnen besturen. Beter besturen en beleid voeren in het voordeel van de kinderen in Vlaanderen, van de hardwerkende Vlamingen, van de ouderen, van de zorgbehoevenden, van de mensen die willen ondernemen, van zij die werk zoeken, van de nieuwkomers die bij ons hun toekomst en die van hun kinderen willen uitbouwen, van zij die van hun eigen huis dromen of er alleen bezitten. Maar ook van zij die een huis huren, van zij die op een sociale huurwoning wachten of ergens anders op een Vlaamse wachtlijst staan. Het nieuwe institutionele kader waarmee deze regering voor het eerst in de geschiedenis aan de slag kan, geeft de ploeg van Geert Bourgeois veel meer mogelijkheden. Dat het akkoord bepaalt dat de regering de nieuwe staatshervorming en alle samenwerkingsakkoorden loyaal zal kunnen uitvoeren en implementeren, was voor ons dan ook een noodzakelijke voorwaarde. Want nu krijgt Vlaanderen veel meer wettelijke en financiële bevoegdheden en instrumenten. En dat moet leiden tot een doortastend beleid dat de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest een richting uitstuurt die ideologisch sterker dan ooit tevoren gekleurd is. En kijk eens naar dat regeerakkoord. Kijk eens wat voor nieuwe dingen we allemaal kunnen doen. Ik weet nu al dat dit beleid zal getooid zijn met vele tinten blauw. Daarom keurden mijn partijgenoten ook unaniem onze toetreding tot deze regering goed. Met een zinderend enthousiasme en met volle goesting. Dames en heren, over dit regeerakkoord is al herhaaldelijk gezegd dat het enkele harde noten heeft om te kraken. Snoeien om te groeien, dat staat er. En het akkoord bevat, dat geven we ook toe, heel wat maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig.
Eerst en vooral zijn we verheugd dat deze regering niet van plan is om de belastingen te verhogen, meneer Van Malderen. Vraag aan om het even welke liberaal die in het even welke gemeente een mandaat uitoefent, wat er typisch liberaal is in zijn gemeente, en hij of zij zal zeggen, zo weinig mogelijk nieuwe belastingen. Zelfs zo weinig mogelijk belastingen. En als er toch naar nieuwe inkomsten moet gezocht worden, bespaar dan eerst op je apparaat, op je eigen overheid. Welnu, dat is wat het regeerakkoord doet. En op het einde van de rit moet dit beleid uitmonden in een slankere, efficiëntere en klantvriendelijke overheid, in meer economische groei, grotere welvaart voor iedereen, op een betere zorg, op individuele maat, op 4 steden die meer vrijheid krijgen om te vernieuwen, in ruimte, planning of woonvormen. In gemeenten en steden waar het bestuur aanmoedigt om te experimenteren in diversiteit, in nieuwe vormen van cultuur en toeristische werfkracht, in een Vlaanderen waar de lokale besturen met een geïntegreerd OCMW zelfstandiger, transparanter en bestuurskrachtiger zijn. Collega's, deze regering moet ervoor zorgen het anders en liefst beter te doen dan de vorige. Ze moeten mensen die scheiden en hun huizen moeten verkopen niet pesten met de miserietax. Ze moeten mensen niet sussen met een derde televisienet of een gratis tram of bus. Zelfs OCRA, de grootste seniorenvereniging van Vlaanderen, oordeelde dat veel senioren financieel best in staat zijn om een bus of een tram te betalen. En deze regering moet vooral niet ruziend over de straat rollen, omdat haar ministers en mekaars fracties elkaar niets gunnen. Deze regering moet constructief en positief zijn. Ze moet de individuen, de gezinnen, de bedrijven, de verenigingen en het middenveld vertrouwen en kansen geven, in plaats van te betuttelen en te bemoederen. Ze moet iedereen in Vlaanderen aansporen om mee verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig de eigen toekomst uit te tekenen. Zo gaat Vlaanderen vooruit. Collega's, deze regering wordt geruggesteund door 89 van de 124 zetels in dit parlement. Dat is erg veel. Zo'n ruime meerderheid in het parlement vertaalt ontegensprekelijk de wens van de meerderheid van de bevolking. En men zegt in de politiek vaak dat de kiezer altijd gelijk heeft. En men zegt in de politiek ook vaak dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. En ik denk dat de Vlaamse kiezers met deze regering de beste mogelijke krijgen die ze hebben gevraagd. Het is nu aan deze ministers om een hechte ploeg te vormen. Het is aan deze ploeg om spijken met koppen te slaan. Om de Vlaamse kiezers niet enkel de regering te geven die ze hebben gevraagd, maar ook om het beleid te geven waarop de Vlaming al lang wacht. Een beleid dat moedig zal moeten zijn, vooral in het begin, omdat er moet bespaard worden. Maar een beleid dat op het einde de uiteindelijke welvaart en welzijn moet brengen, vertrouwen en zekerheid. En een beleid dat Vlaanderen wapent voor de toekomst. Voor de grote uitdagingen die het leven in deze rijke regio aan de Noordzee al sterker zal bepalen dan we vaak zelf beseffen. De enorme demografische groei en de toenemende verstedelijking. De veranderingen door het samenleven in diversiteit. De weerbaarheid van onze bedrijven in de globale economie. De opkomst van de digitale samenleving. De zorg, collega's, voor onze leefomgeving en onze verantwoordelijkheid bij het zoeken naar oplossing voor de wereldwijde ecologische problemen. We hebben een positieve ingesteldheid nodig om een ploeg van sterke ministers, maar ook loyale fracties te vormen. Wij willen geen meerderheid die zich opstelt als een koud en conservatief rechtsblok. Wij willen een meerderheid die zich met een open en vrije geest empathisch opstelt tegenover haar critici en ijvert voor een warme en solidaire gemeenschap. En Open VLD, mijn fractie, engageert zich graag voor zo'n meerderheid die constructief samenwerkt met de anderen, in wederzijds respect voor elkaars eigenheid. Ook met en in het cosmopolitische en tegelijkertijd Vlaamse Brussel, met haar snel groeiend en uiteindend stedelijk weefsel midden in ons gewest. En ook met de andere regio's, met de Franse gemeenschap via het recent afgesloten samenwerkingsakkoord.
met het federale niveau, met onze buurlanden en met Europa. Open VLD gelooft dat dit nog mogelijk is in dit land. Met deze meerderheid en met deze regering. Waarin onze twee Open VLD-ministers op de sleuteldepartementen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen, meer dan hun bijdrage zullen leveren. Collega's, als fractie willen we aan het beleid van deze regering meewerken. We vertrouwen erop dat onze minister-president, die ooit als enige, vlak achter mij trouwens, als enige voor zijn partij in de Kamer zetelde, dat hij zijn parlementaire reflex als regeringsleider niet verleert. We rekenen erop, meneer Bourgeois, dat u het parlement de vrijheid laat om met eigen initiatieven het beleid mee vorm te geven. 5 jaar is een lange tijd. Het zou een goede zaak zijn indien er ook ruimte wordt gelaten om beleidsdomeinen tussendoor eens te evalueren en bij te sturen in functies van noden en uitdagingen. Collega's, mijn fractie kijkt uit naar de goede samenwerking met deze regering en in deze meerderheid. En ze zal, wees het maar zeker, deze mee helpen bewaken. Ik dank u. Dank u wel, meneer Tommelijn. Meneer Joska. Meneer Tommelijn, ik heb toch, moet ik eerlijk zeggen, met stijgende verbazing naar uw toespraak geluisterd. Vooral omdat u handig rondom de hete brei draait. En volgens mij is het enige wat u mogelijk onderhandeld hebt, het feit dat collega Diependalen vandaag een blauwe plastron draagt. Maar voor de rest denk ik dat u aan heel dat regeerakkoord niet al te veel onderhandeld hebt. Mijn vrouw heeft daar het laatste woord en niet Tommelijn. Vooral de... excuseer, meneer Diependalen. Excuseer, meneer Diependalen. Ik was niet aan het aansturen op een twistelijke echt. Maar wat... Een echtelijke twist. Echtelijke twist. Ja. De miserietaxen, ja. Alle gekheid op een stokje. Nee, ik wil terugkomen tot mijn punt. U hebt het gehad over wij vinden de wereld of de ecologische problemen op wereldniveau zeer belangrijk. En u hebt in heel uw toespraak niks, maar dan ook niks gezegd over het project Oosterweel. Waar u voor dat u in die regering stapte, zelfs na 25 mei, en ik heb hier uitspraken mee van uw partijgenoten Somers, Rutten in de Gazet van Antwerpen, 27 mei, dit blijft voor ons een breekpunt. Dit blijft voor ons een breekpunt. Zonder ons, als wij in de regering stappen, dan is dat project weg. We gaan nu niet plots iets anders zeggen of onze kar keren. Letterlijk citaat, Gazet van Antwerpen. Dus u zegt nu tegen mij en u zegt tegen uw kiezers, we hebben een spelletje gespeeld. Eigenlijk zijn we vooral geïnteresseerd in de wereld-ecologische problemen. Maar het probleem van een autostrade dwars door de grootste stad van Vlaanderen, waar u zelf een breekpunt van heeft gemaakt en wat niet gesneuveld is in dit akkoord, daar gaat u eigenlijk aan voorbij. Ik vind dit van een ongelooflijke, ja, goedkoopheid dat u dan nog komt zeggen, dit is eigenlijk het beste akkoord. U had het zelfs over een historisch akkoord. Een historisch akkoord waar u zelfs niet eens bij betrokken bent. U hebt wat punten en wat commas kunnen verzetten en niet meer dan dat. U had misschien ook eens wat in de eindredactie kunnen doen, want er staan heel wat schrijffouten in. Maar voor de rest hebt u eigenlijk aan heel dat akkoord niks, maar dan ook niks gedaan. En ik heb er nog een tweede dossiertje uitgehaald. Het tweede dossier dat ik naar voren wil halen is eigenlijk wat betreft mensen met een handicap en de manier waarop dit gefinancierd wordt. Het is uw partijgenote, mevrouw Van der Borgt, die eigenlijk in dit half rond de vorige meerderheid heeft afgebrand rond eigenlijk de persoonsvolgende financiering en het basisbudget voor de aanpak van mensen met een handicap. Ze heeft dat afgebrand. En ik daag u uit, het staat nog altijd op haar website. Met de VLD zou zoiets er nooit gekomen zijn. Hebt u dat eigenlijk in die 8 uur dat u had om de punten en de commas te verzetten ooit op tafel gelegd?
Wat is nu eigenlijk de reden, wat zijn nu eigenlijk de breekpunten van de VLD in dit akkoord? Ik zie ze niet. U noemt het historisch, ik noem het historisch omdat u erin stapt en u zat er eigenlijk gewoon niet bij. Meneer Tommelijn. Ik zal kort zijn, voorzitter. We zullen zien. Meneer Janssens. Meneer Zoska. Ik denk... Wat zullen we zien, meneer Tommelijn? Wat zullen we zien? Weet u wat een paar maanden geleden in de commissie, toen we nog zij aan zij vroegen om heel Oosterweel toch eens te herbekijken, toen kwam het verwijt van de meerderheid, u vraagt een extra studie. En u wil vertragen. En u hebt toen gezegd in volle commissie, ik heb de citaten hier bij mij, en het was ook uw collega van Mechelen, nee, wij vragen geen extra studie, dit kan op een aantal weken geregeld zijn. En nu bent u tevreden met een extra studie. Een extra studie waar u eigenlijk maanden geleden van gezegd heeft, een extra studie is niet nodig, dat is op 6 weken doorgerekend en dan kunnen we door. U bent blij met een dode mus. Meneer Tobak. Ja, voorzitter, ik ging meneer Tommelijn niet onderbreken, maar zijn spontane reactie van wij zullen zien, verleidt mij toch om te zeggen, ik heb het al gezien. En ik heb me nu al... Er zijn er nu al een aantal... We hebben het vooral met u gezien. Een aantal leden uit de meerderheid zijn nu al de ganse voormiddag aan het, en ook nu weer aan het proberen van te overtuigen dat deze regering een aantal verregaande sociale ambities heeft, die mij compleet ontgaan. Ik zie ze niet, in tegendeel. Maar ik heb er nu net één ontdekt. En zeker uit de tussenkomst van meneer Tommelijn heb ik begrepen dat deze regering heeft een geweldige sociale realisatie gedaan. Dat ze heeft aan twee mensen minstens basismobiliteit in de vorm van een auto bezorgd, die daar voor de rest eigenlijk geen enkele bijdrage voor geleverd hebben, want uw bijdrage dit regeerakkoord, meneer Tommelijn, ik heb ze in uw toespraak niet gehoord. Goed. Meneer Tommelijn nog, en dan gaan we naar meneer Janssens. Ik kan dat wel begrijpen, meneer de voorzitter. Ik zat een paar weken geleden hier ook nog aan de andere kant van, en dat een aantal mensen vandaag diep ontgoocheld zijn dat ze vandaag niet in een meerderheid zitten. Dat is logisch, maar ik kan u een waslijst opnoemen, meneer Tobak, van zaken die ik in de regering waar u deel van uitmaakte in de voorbije jaren dagelijks heb bestreden, die vandaag in dit regeerakkoord gerealiseerd worden. En ik heb het vanmorgen al gehad over het derde net, zwijg over de miserietax. En wees maar gerust, ik kan u een waslijst opsommen van zaken die ik in de regering waar u deel van uitmaakte, dagenlang, wekenlang, jarenlang heb bestreden, die vandaag met deze regering wel zullen gerealiseerd worden of afgeschaft. Dan had ik ze, meneer Tommelijn, graag als parlementslid hier vanop mijn bank u op de tribune horen zeggen. Dan had ik ze vooral nog veel liever in het regeerakkoord gelezen. Want opnieuw, dit regeerakkoord, dat u net zoals ik gelezen hebt, maar in tegenstelling tot mij ondertekend heeft, en ik ben blij dat u het wel ondertekend heeft en ik niet, want het verschil tussen u en mij is dat mijn honger en de honger van mijn partij om deel uit te maken van de regering niet zo ver gaat dat we bereid zijn om daarvoor gewoon te tekenen op de stippenlijn. En inderdaad, een hoop standpunten die we in de voorbije weken en maanden en jaren hebben met hand en tand verdedigd, en wij in elk geval zullen blijven met hand en tand verdedigen, moeten inslikken op het moment dat we daar op de tribune moeten gaan stappen. Want dat is wat u doet. Ik kon mij voor de verkiezingen goed vinden in een aantal van uw opmerkingen en in zeker een aantal van de gevoeligheden rond bijvoorbeeld Oosterweel. Maar de mate waarin uw partij ondertussen een standpunt heeft dat ronder is dan de Antwerpse ring, is hallucinant en nooit vertoond in de Vlaamse politiek, eerlijk gezegd. Meneer Tommelijn. Meneer Tobak, ik ga u nogmaals de raad geven, net als uw fractieleider daarnet, om me vooral met uw eigen partij bezig te houden en de problemen die daar op dit moment bezig zijn. Maar ik vind het nogal sterke woorden op uw eerste dag als oppositie, na onafgebroken, altijd in die Vlaamse regering te hebben gezeteld, op uw eerste dag dat je oppositie doet. Meneer Janssens.
Meneer Tomelijn, u beperkt uw repliek in eerste instantie tot 3 woorden. We zullen zien. Ik denk dat de bijdrage van de mevrouw langs u aan de onderhandelingstafel ook beperkt was tot 3 woorden. Ik zal tekenen. Maar, meneer Tomelijn, ik denk aan het begin van uw betoog, uw korte betoog zojuist, vroeg ik me even af of u het wel ernstig meende of dat u eigenlijk aan het solliciteren was voor stand-up comedian. Maar in de loop van uw betoog leek het er tenminste op dat u ernstig was en dat u er inderdaad van overtuigd bent dat in dit regeerakkoord vele tinten blauw terug te vinden zijn. Wel, ik heb, al is het maar heel kort eens, het VLD-programma erbij genomen. Hoe wil de VLD Vlaanderen vleugels geven? Tegen het einde van de legislatuur zou er van de nieuwe bevoegdheden gebruik gemaakt worden om in Vlaanderen 1 miljard euro Vlaamse lastenverlagingen door te voeren. Het bedrag van het kindergeld zou ook blijven stijgen naarmate kinderen ouder worden. Zoals u weet, en intussen al licht gelezen heeft in het regeerakkoord, schaft de nieuwe regering de leeftijdstoeslag voor de kinderbijslag af. Er stond in uw VLD-programma om Vlaanderen vleugels te geven dat u de successierechten zou verlagen. Er stond in dat u de registratierechten zou verlagen. Er stond in dat u de hypotheekrechten zou verlagen. Allemaal tinten blauw die in dit regeerakkoord niet terug te vinden zijn, meneer Tomelijn. De enige verdienste van u en de dame langs u is, u bent erbij en daar is alles mee gezegd. Goed. Vraag nog iemand van de volksvertegenwoordiger, meneer Caron. Ja, de eerste tussenkomst van deze legislatuur. Ah ja, zeg. Ja. Niet de laatste natuurlijk. Zegt, ja. Als u iets zegt, ja. Voorzitter, ik wil een vraag stellen aan de fractieleiders van de meerderheid. Ik heb mijn tanden gebeten tot op het eind om die vraag te stellen. Namelijk gisteren zei de minister-president tijdens de regeerverklaring dat er niet alleen op het apparaat zal bespaard worden, dat is het hoofdpunt, hè, 70%, maar ook op subsidies aan derden. Door het niet toepassen van indexering. En mijn bekommernis die ik aan de collega's wil stellen, omdat u allemaal in uw betoog het woord verenigingen, middenveld en cultuur hebt uitgesproken, begin ik mij dan een beetje ongerust te maken. Ik druk mij verkeerd uit. Ik denk dan, ik moet me helemaal niet ongerust maken, want het gaat dus niet gaan over de verenigingen, het zal niet gaan over het cultuur- of jeugdbeleid of sportbeleid. Maar mijn vraag is dan, als er ook bespaard wordt op subsidies aan derden, zijn dat dan subsidies bijvoorbeeld aan kinderopvanginitiatieven? Zijn dat dan subsidies aan hogescholen? Zijn dat werkingssubsidies aan welke instellingen uit toch de cultuursector, de jeugd- of sportsector? En hoe staat u daar tegenover? U hebt alle 3 de lof gestoken van het Vlaamse middenveld, verenigingsleven, de cultuursector, de jeugdsector. Maar ik rijm die 2 uitspraken niet aan elkaar en ik zou, omdat er geen financiële tabel is, des te meer, toch graag een woordje uitleg krijgen. Goed, vraag nog iemand het woord. Nee, minister-president, alstublieft. De voorzitter, collega's. Aan het eind van dit debat wil ik nog eens zeggen waarover dit debat zou moeten gaan. Dat is een debat over het regeerakkoord. Het is een debat over onze visie op de toekomst. Het is een debat over de voorstellen die wij doen met een moedige aanpak voor de problemen van de toekomst. Dit is, voorzitter, geen debat over de begroting. Dat was het ook niet in 2009. Ik heb gisteren duidelijk gemaakt dat wij alle respect zullen opbrengen voor dit parlement. Collega Tomelijn, ik heb het parlement opgeroepen trouwens gisteren om mee te werken aan ons ambitieuze programma van meer vrijheid en verantwoordelijkheid, van deregulering, van mensen verantwoordelijkheid geven. Maar voorzitter, collega's, zoals het past, gaan wij in volle respect voor dit parlement bij de septemberverklaring, die als ik me niet vergis de 3e maandag van september komt, onze begroting aan dit huis voorstellen. Zo hoort het. En we gaan het parlement daarbij ten volle respecteren. Betekent dit dat dit regeerakkoord niet onderbouwd is? Betekent dit dat de regeringsonderhandelingen gevoerd zijn zonder een budgettaire onderbouw? Helemaal niet. De regeringspartijen hebben gezorgd dat zij een programma uittekenen dat zorgt voor een evenwicht, dat zorgt voor ruimte voor investeringen in de komende 5 jaar.
Deze regering heeft nog geen begroting goedgekeurd, kan dat ook nog niet en zal die begroting aan u voorleggen op het moment dat dat ook past. Collega's, ik moet zeggen dat ik aan het eind van dit debat eigenlijk wat onthoofd ben. Ik had gedacht dat dit debat zou gaan over wat in het regeerakkoord staat. Ik had verwacht dat dit debat zou gaan over wat ik gisteren gezegd heb. Maar ik heb een oppositie gehoord die vooral gepraat heeft over wat niet in het regeerakkoord staat. Die het vooral gehad heeft over wat ik gisteren niet gezegd heeft. En laat me toe te zeggen dat dit mij doet vermoeden dat er wellicht een gebrek is aan gefundeerde kritiek aan de zijde van de oppositie. En dat u het dus op die manier... En dat u helaas voor u bent blijven steken in clichés, dat u helaas voor u bent blijven steken in uw eigen gefungeerde rekensommetjes die nergens op gebaseerd zijn. Ik herhaal, collega's, dat hier een ploeg voor u staat die keuzes maakt en die opkomt voor die keuzes. En die keuzes zijn moedig, die keuzes zijn moeilijk. Wij gaan voor een budgetair evenwicht. Heel belangrijk om geen welvaart af te breken. Wij gaan voor een budgetair evenwicht zonder belastingverhoging. En diegenen die de mond vol hebben van een sociaal beleid, die moeten weten dat alle instanties, alle gezaghebbende instanties, de OESO vooraan, zeggen belastingverhogingen leiden tot sociale afbraak, leiden tot minder jobs, leiden tot minder welvaart. En wij steken niet weg dat er moedige maatregelen moeten genomen worden. En we zeggen ook hoe we dat doen. Wij gaan voor 70% op de uitgaven werken en voor 30% maximum op de ontvangsten. En dit zijn keuzes die gemaakt zijn. Die keuzes zullen niet pijnloos zijn, maar die keuzes zijn niet hardvochtig, zijn niet asociaal in weerwil van wat de oppositie komt te beweren. Wij gaan voor een programma voor welvaart. Collega's, deze regering maakt door haar beleid van budgettaire orthodoxie middelen vrij. Middelen vrij om te investeren in onze samenleving, om te investeren in welzijn, om te investeren in onze economie met onderzoek en ontwikkeling, onze toekomstkaart bij uitstek voorop, om te investeren in openbare werken, om te investeren in scholenbouw, om te investeren in natuur. En wij gaan een activeringsbeleid voeren voor diegenen die zeggen dat er geen aandacht is voor diegenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En dat zijn inderdaad bij uitstek de nieuwkomers. Dat zijn de tweede, derde generatie helaas van de nieuwkomers, zeggen wij, dat wij een zeer ambitieus activeringsprogramma hebben. Wij gaan het beleid dat tot nu toe gevoerd is en dat al 93% van de jonge mensen maatwerk aanbiedt binnen 4 maanden... uitbreiden, opdat alle jongeren binnen 4 maanden gepast maatwerk aangeboden krijgen. Wij gaan de 55-plussers activeren. Wij gaan ons doelgroepenbeleid zeer sterk centreren op daar waar het op aankomt, om die groepen waar het op aankomt, op de jongeren, op de ouderen, op de mensen met een beperking. En wij gaan, collega's, voor diegenen die menen dat wij bepaalde groepen buiten beschouwing laten, wij gaan competenties laten prevaleren op diploma's, ook in ons eigen beleid. En we gaan dus voor een samenleving, collega's, waar iedereen in mee is. En wij gaan inderdaad ambitieus voor een grote tewerkstellingsgraad. Voor een tewerkstellingsgraad van 76%. En we weten precies waar de problemen zitten en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. En we gaan daar met z'n allen op moeten werken. We gaan dat doen in het onderwijs. Omdat de schooluitval ook heel specifiek is bij bepaalde mensen, jammer genoeg, in de samenleving. We gaan dat doen met een activeringsbeleid dat zeer specifiek gericht is op niet gekwalificeerde uitstromers. En we gaan in de maatregelen die we nemen op de ontvangsten, gaan we sociale correcties uitvoeren. We gaan dat doen bij de kinderbijslag, dat hebben wij u meegedeeld. Hebt u gehoord dat wij, als we denken aan inschrijvingsgeld hoger onderwijs, dat wij eraan denken om de beursstudenten in de kou te zetten, of de bijna beursstudenten in de kou te zetten. Helemaal niet. Dit is niet aan de orde. Is het sociaal, collega's, om 65-plussers die rentenier zijn of die een pensioen hebben van meer dan 2000 euro te laten bijdragen op een bescheiden wijze en iemand die werkt aan een loon van 1500 euro
250 euro te laten betalen. Waar zit het sociale beleid aan? En tot slot, collega's, een zeer sterk groeipad in welzijn. Een zeer sterk groeipad in welzijn in deze moeilijke budgettaire tijden. Een heel belangrijke keuze van deze regering. En aan diegenen die zeggen dat we mensen hun lot overlaten, wil ik zeggen, u maakt bewust en u schept bewust verwarring tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze regering die zegt, we gaan mensen vrijheidsgraden geven om hun onderwijs te geven, vrijheidsgraden geven om te ondernemen, vrijheidsgraden geven aan de lokale besturen, vrijheidsgraden geven aan het verenigingsleven, die concluderen verkeerd dat wij wie niet mee kan aan zijn lot overlaten. Vrijheid en verantwoordelijkheid staat niet haaks op een inclusief beleid. Vrijheid en verantwoordelijkheid is sterk maken, is mensen sterk maken. En we gaan wie niet mee kan, wie het nodig heeft, gaan we helpen met alle mogelijke stimulansen. Mensen zelfredzaam maken, mensen sociale correcties geven die het nodig hebben. Collega's, ik zou dit debat heel snel hebben kunnen besluiten door te zeggen dat de oppositie het ons gemakkelijk maakt. Want niemand betwist de budgettaire context waarin wij hier voor u staan. Die budgettaire context is wat ze is. En ik heb geen alternatief gehoord daarvoor. Ik heb geen alternatief gehoord, tenzij, collega's van SPA, u uw geliefkoosde kleur ook in het budget wil insluizen. Tenzij u in het rood wil gaan. Tenzij u schulden wil opstapelen, tenzij u nieuwe belastingen wil heffen, maar dan breekt u welvaart af en dat is niet onze keuze. Wij gaan voor een welvaartsbeleid, wij gaan voor een sociaal beleid. En ik heb geen alternatieven gehoord op wat hier voor ligt, collega's. Collega Van Maldrum, u hebt mij, en u mag mij gerust verwijten 50 tinten grijs te hebben, ik weet niet of het er 50 zijn, bij u... Bij u zijn het er misschien iets minder, maar wat ik zeggen wil, collega's, dat is dat het hier de volgende vijf jaar niet over mij gaat. Het gaat hier de volgende vijf jaar niet over mij, het gaat hier over de huidige en de toekomstige generaties van Vlamingen. Het gaat hier over de welvaartskeuzes die we maken voor deze mensen. Het gaat over een moedig akkoord dat wij hier aan u voorleggen. Een akkoord dat keuzes maakt, dat bewust kiest voor beleidsruimte, voor welzijn, voor investeringen, voor onderzoek en ontwikkelingen, voor onze economie, voor natuur en alle noodzakelijke investeringen. En collega's, en daarmee besluit ik, dit is geen grijs akkoord. Dit is een akkoord dat volstaat van kleuren. Een zeer evenwichtig akkoord met vele opties, met vele keuzes. Dit zijn de kleuren van de toekomst. Dit zijn de kleuren van vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. Goed, vraag nog iemand het woord. Nee? Meneer Joska? Meneer Van Maldere? Eerst meneer Van Maldere. Ja, ik vind het... Eerst meneer Van Maldere. Sorry. Meneer de minister-president, u beweert met veel kracht en klem en retoriek dat u de belastingen niet verhoogt. Maar niets is minder waar. U verhoogt die belastingen wel degelijk. Deze morgen heb ik het peages genoemd, hebben we het facturen genoemd. Maar ik denk dat toch voor iedereen zonneklaar is, dat u inderdaad niet bijvoorbeeld de grote vermogens aanpakt,
maar dat u wel de belasting verhoogt op de bus, aan de school, aan de hogeschool, dat u de belasting verhoogt op water, op energie. U legt gewoon de factuur bij de gezinnen. Dat hebben we deze morgen gezegd. Dat hebt u in uw repliek op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier weerlegd. En ik stel vast dat die kritiek u blijkbaar pijn doet. Het is trouwens niet alleen onze kritiek. Ik stel vast dat BBL, dat het netwerk armoede, dat een heleboel sociale organisaties die kritiek overnemen. En wij zullen in dit parlement de komende jaren ook hun spreekbuis zijn. En hoe merk ik? Hoe merk ik dat die kritiek pijn doet? Omdat u onmiddellijk probeert te zalven. Niet alleen weigert u om hier de cijfers op tafel te leggen. U kondigt ze wel aan, maar u geeft ze niet. Maar u en uw collega-fractieleiders vervallen hier onmiddellijk in een aankondigingspolitiek. U hebt hier net, en ik heb het genoteerd, gesuggereerd, zonder enige beslissing ter zake, dat met het afschaffen van het abonnement voor de senioren, dat er blijkbaar ruimte wordt gemaakt om het abonnement woonwerk te verlagen. Waarvan akte, we gaan u daarop afrekenen. Collega Van den Heuvel, hebben we zonder enige begroting, in het vooruitzicht horen stellen dat er al een groeipad kinderopvang wordt naar voren geschoven. Collega Diependalen, die heeft hier komen zeggen dat er op geen enkele manier, dus blijkbaar is er al een schaduwminister onderwijs ook, dat er op geen enkele manier de grens van 1.000 euro voor het inschrijvingsgeld kan overschreden worden. Proficiat, we gaan u maar 480 euro meer aanrekenen voor uw inschrijvingsgeld. Collega Tommelijn, die was tenminste eerlijk, die heeft gezegd, we zullen wel zien. Maar u hult zich dus, beste vrienden van de meerderheid en leden van de regering, in retoriek. Maar ik denk dat voor de modale Vlaming, die de lawine aan kostprijsverhogingen op zich ziet afkomen, heel duidelijk is dat dit een regering is van verarming, van verlies en van verborgen rekeningen. Meneer Joska. Ja, voorzitter, collega's, meneer de minister-president, u zegt dat u ontgoocheld bent in de oppositie omdat u gedacht had dat we eigenlijk een debat gingen voeren over hetgeen wat u gisteren heeft gezegd. Hadden we over die toespraak een debat moeten voeren, dan denk ik dat we na 20 minuten klaar waren geweest. En dan zegt u, bovendien, ja, u spreekt vooral over dingen die eigenlijk buiten dit akkoord staan. Dus oké, ik ga mijn vraag anders formuleren en ik ga het niet meer hebben over de verhoging van het inschrijvingsgeld. Ik ga de vraag omdraaien. Volgens een aantal rectoren zou het de bedoeling zijn om de financiering aan het hoger onderwijs en de universiteiten met 5% te verlagen. Klopt dat of klopt dat niet? Dat is één. Twee, u zegt ja, jullie halen geen punten uit dat regeerakkoord waar ik eigenlijk op kan antwoorden. Ik heb u zeer concrete vragen gesteld. Ik ga ze niet allemaal opnieuw stellen, maar ik ga er toch één uithalen. Omdat het mijn fractie, ook in het verleden, maar ook vandaag, en heel wat mensen vandaag geconfronteerd worden met mobiliteitsproblemen. Ik heb u een passage gegeven uit het regeerakkoord, op pagina 48, en op pagina 39. Op pagina 39 staat dat u eigenlijk voor een mobiliteitsbeleid gaat, en ik neem het er even bij zodanig dat ik me niet vergis en dat u kan antwoorden, en ik citeer, we benadrukken de complementariteit van de verschillende modi die we als evenwaardig beschouwen en sturen aan op een meer gevarieerd gebruik ervan. En dan ga ik naar pagina 48 en daar staat eigenlijk gewoon dat u vasthoudt aan het stopprincipe. Dat zijn concrete passages uit het regeerakkoord waar u geen antwoord op hebt gegeven. Verlaat deze regering het stopprincipe, ja of nee? Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op gekregen. En wat betreft die budgettaire vragen, dat lijkt me nogal wiedes. U lanceert zelf in de pers dingen die niet in het akkoord staan. 70% besparing op het eigen apparaat staat hier niet in. Na 2 jaar is de grootste inspanning voor de mensen voorbij. Staat hier niet in. Op basis waarvan moet ik dat checken? Dus eigenlijk mist u met uw antwoord, met uw flauw antwoord, mist u een kans om de Vlaming de duidelijkheid te geven waarom hij gevraagd heeft. Meneer Janssens. Minister-president, een debat over hetgeen u gisteren
gezegd heeft, was inderdaad heel moeilijk geweest. Want het enige dat voor een beetje animo zorgde tijdens uw toespraak gisteren, was de even schattige als luidruchtige baby in de publiekstribune. Meneer de minister-president, u zegt in uw visietekst bij uw regeerakkoord staat, vertrouwen begint bij duidelijkheid en dus zeggen we waar het op staat. Wat is er in elk geval al heel duidelijk? Deze Vlaamse regering heeft geen enkele ambitie voor meer Vlaamse autonomie. Maar voor de rest is er nog heel veel onduidelijkheid over welzijn, over onderwijs, over Oosterweel, over de te besteden budgetten en dergelijke meer. Er is nog zoveel onduidelijkheid over zoveel belangrijke facetten dat alleen maar het vermoeden doet ontstaan dat u zich in de meerderheid heeft bezondigd aan een oud euvel, namelijk dat er apart van het regeerakkoord nog aparte afspraken zijn gemaakt in aparte akkoorden die dit Vlaams parlement niet heeft mogen inzien. En u voldoet daarmee dus niet aan uw eigen visietekst en u verdient dan ook zeker niet ons vertrouwen. Goed, vraagt nog iemand het woord? Nee? Dan is de beraadslaging gesloten. Zullen we zo dadelijk de huldigingsstemming over het regeerakkoord houden. Dames en heren, mag ik u vragen om recht te staan voor 2 rouwhuldes. Dames en heren, beste collega's. Op 11 juli jongstleden is op 68-jarige leeftijd ere ondervoorzitter van het Vlaams parlement, Jacky Maas, overleden. Hij verloor een lange strijd tegen kanker. Jacky Maas was lid van het Vlaams parlement van 1995 tot en met 2008. Eerst voor de ST, later voor de SPA. Hij stelde zijn leven in het teken van de politiek. In het Vlaams parlement belichaamde hij de regio Oostende-Westhoek en onderscheidde hij zich op kustdossiers. Jacky Maas werd geboren in Oostende op 13 juni 1946. Hij was de zoon van een spoorarbeider die werkte voor de kustram. Zijn interesse voor de politiek en voor het lot van de kleine man kreeg hij naar eigen zeggen van zijn vader mee. Zijn jeugd was rebels en geïnspireerd door een uitgesproken links gedachtegoed. Hij begon zijn professionele loopbaan bij de Bond Moisson als secretaris van de Mutualiteit van de Jonge Arbeiders. Van daaruit groeide hij door naar de politiek, vastberaden en met een grote afkeur voor onrechtvaardigheid. In 1973 werd hij gemeenteraadslid in Bredene en van 1983 tot eind 2011 was hij herschepen, eerst bevoegd voor sociale zaken en nadien gedurende 23 jaar voor financiën. Hij was ook OCMW-voorzitter en van 1981 tot 1995 lid van de provincieraad van West-Vlaanderen. In oktober 1995 maakte hij zijn entree in de toen nog Vlaamse raad. Hij deed dit in opvolging van Marcel Geskieren uit Veurne en met de verkiezingen van 1999 verlengde hij zijn mandaat en zetelde hij vanaf dan als een rechtstreeks verkozen lid. Hij liet zich opmerken als een dossierkenner en als een gedegen lid van de commissie Leefmilieu. Leefmilieu was economie voor hem en het zag hij als een hefboom voor het toerisme aan de Vlaamse kust. Vanuit die overtuiging ijverde hij voor de bescherming van de kustpolders en was hij één van de stuwende krachten achter het duinendecreet. Hij zette zich in voor de financiering van de Vlaamse visserij en bond de strijd aan tegen de illegale campingbewoning. Hij werkte ook mee aan het gemeente- en OCMW-decreet. Partijgenoot en collega's typeerden hem als een zachtaardig en vasthoudend. Eens hij in het dossier geloofde, liet hij het niet meer los. De waardering voor zijn werk en persoon bleek onder meer uit zijn benoeming tot derde ondervoorzitter van het Vlaams parlement in 2006. Eind 2008 zette hij een punt achter zijn parlementaire carrière en ruimde hij plaats voor de jongeren in zijn partij, met wie hij graag zijn rijke ervaring deelde. In december 2011 verliet hij de actieve politiek. Hij nam toen afscheid van het politieke Bredene, waar hij 28 jaar lang het beleid mee had bepaald. Dames en heren, op 1 juli 2014 is mevrouw Paula Adam hoofdadviseur bij het Vlaams parlement overleden op de eerste dag van haar pensioen. Paula Adam begon als stenotypiste op 1 januari 1972 bij de Senaat, maar stapte al op 1 juni van dat jaar over naar de toenmalige cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap. Later was ze vooral actief als commissiesecretaris en als secretaris van de Vereniging van Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Op het einde van haar carrière kampte Paula Adam met een ernstige ziekte die haar uiteindelijk fataal geworden is. Dames en heren, collega's, met respect herdenken wij onze gewezen collega en ereondervoorzitter Jacky Maas en gewezen medewerker mevrouw Paula Adam. In naam van u allen bied ik aan de families en nabestaanden van de overledenen
mijn welgemeende deelneming aan. En ik verzoek u dan ook ieder om een moment van stilte in acht te nemen. Dank u wel. Nu, collega's, dames en heren, met deze vergadering zijn we aan het einde gekomen van deze korte zitting 2014. Ze stond volledig in het teken van de installatie van ons parlement na de verkiezingen van 25 mei en van de aanstelling van de nieuwe Vlaamse regering. Ik heb de eer de voorzitter van dit parlement te blijven. Ik verzeker u dat ik de belangen van de volksvertegenwoordigers ook in de komende jaren zal verdedigen. Vanuit mijn functie wil ik u alvast allen collega's, volksvertegenwoordigers en leden van de regering oprecht danken voor de constructieve houding die u tijdens deze korte zittingsperiode betoond hebt. Ik hoop dat wij in dezelfde goede verstandhouding over de grenzen van meerderheid en oppositie heen de komende jaren zullen verder mogen samenwerken. Daarbij kunnen we rekenen op de inzet en ondersteuning van onze administratie, het Algemeen Secretariaat, en ik wens van de gelegenheid gebruik te maken mede in uw aller naam alle medewerkers daarvoor uitdrukkelijk te bedanken. Collega's, dames en heren ministers, ik hoop dat u allemaal de komende weken zal genieten van een korte, een halfkorte of lange, een al dan niet welverdiende en verkwikkende vakantie. En dat u vooral nieuwe energie opdoet om met volle enthousiasme en motivatie het volgend parlementair werkjaar aan te vatten. Sta me toe dat ik hierbij een wens formuleer. Ik hoop dat u tijdens deze vakantie de rust en de stilte zal herontdekken. Ik hoop dat u zal afkicken van de laptop en de smartphone die uw aandacht opslorpt. Ik hoop dat u uw bestaan niet continu deelt met uw virtuele vrienden op Facebook, maar opnieuw aandacht zal opbrengen voor de mensen die zich rondom u bevinden. En collega's, als u mij berichten stuurt op mijn smartphone, ik lees die niet tijdens de vergadering, ik lees die altijd na de vergadering en ik delete die ook onmiddellijk. Want die zijn niet meer relevant. Er zijn mensen die mij sms'jes sturen, maar ik lees die niet tijdens de vergadering. Ik hoop vooral dat, wanneer u afgekikt bent, het komende zittingsjaar niet in de slechte gewoonte hervalt om tijdens debatten, wees in een commissie of plenaire, meer aandacht te hebben voor uw smartphone, laptop of Facebook-profiel. U verwacht van uw medewerkers dat wanneer ze aan het werk zijn, zich niet door dergelijke zaken laten afleiden. Wel, de burger verwacht van u hetzelfde, getuigen de talrijke mails die ik gisteren en ook vanmorgen mocht ontvangen van mensen die onze zitting op televisie gevolgd hebben. Collega's, en voor alle duidelijkheid, ik verwacht u allen terug op maandag 22 september, minister-president, dat is de vierde maandag van de maand. Maar ik begrijp dat, goed. U mag zich daarbij aan een interessante agenda verwachten. We kijken uiteraard met spanning en interesse uit naar de 1 septemberverklaring van de regering Bourgeois. En ik heb een primeur voor u, het is geen fruitprimeur, maar die zeker ook de nieuwe minister van Cultuur zal interesseren, want hij heeft al een aantal uitspraken gedaan over Bertolt Brecht, die overigens zeer interessant waren, minister Gats. Het komende operaseizoen staat namelijk, en eer wie ere toekomt, op suggestie van collega Hermes Sanctorum, die blijkbaar een geweldige operakenner is, ik wist dat dus niet, in het teken van, namelijk het komende operaseizoen van de Vlaamse opera staat namelijk in het teken van macht en politiek. En de Vlaamse opera zal ons op 22 september, voorafgaand aan de septemberverklaring, vergasten, meneer Gats, we zijn u voor geweest, op een avant-première in dit half rond. Ik nodig u, uiteraard minister-president en de leden van de Vlaamse regering en u alle collega's van harte uit om dit unieke evenement bij te wonen. Ik denk dat het inderdaad uniek is en het laat toch zien dat wij heel veel belangstelling hebben voor cultuur. En als u eventueel wilt meezingen, minister Gats, dan mag u dat altijd doen. Dat is dus. Goed, mag ik nu de Groenfractie vragen dat zij op hun eigenlijke feitelijke plaats gaan zitten in verband met de stemming? Goed, dan, dames en heren, dan is nu aan de orde de hoofdelijke stemming over het regeerakkoord. Als u voor bent, kunt u op de groene knop drukken. Bent u tegen, drukt u op de rode knop. Bent u, wilt u zich onthouden, drukt u op de witte knop. Ja, dat er geen misverstanden over bestaan. Goed, dan gaan we nu over tot de hoofdelijke stemming. Begin van de stemming.
Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. 118 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 89 leden hebben ja geantwoord. 29 leden hebben nee geantwoord en geen leden hebben zich onthouden. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement het regeerakkoord aan. Goed, dames en heren, hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op maandag 22 september 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten.